Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet niet ons duimpjes omhoog te doen, hier beneden te abonneren. Wij zijn vandaag naar Duitsland geweest. Mocht je die vlog nog niet hebben gezien, dat is deze vlog van gisteren. Waren we naar Duitsland. En ik dacht, ik laat in een aparte vlog even zien wat ik allemaal gekocht heb. Het is namelijk nogal wat. En daar zitten de boodschappen nog niet eens bij. Want de boodschappen heb ik natuurlijk al uitgeruimd in de koelkast gezet, vriezer gezet of in de kast gezet. Dit zijn allemaal zonder boodschappen. Maar ik dacht, ik ga alles aan jullie laten zien wat we gehaald hebben in Duitsland. Dit tasje is van de DM in Duitsland. Is een soort ethos trekpleister. Dan hebben we een trocken shampoo. Trok shampoo. Mag ik even? Nou, heerlijk. Oh ja, de kinderen hadden... Ik had leeuw. Shampoo uitgekozen. Lekker. Wat? Dan hadden we nog een droog shampoo. Die kan ik ook lekker. Oh, zwarte haarverf. Ik ben namelijk niet zwart van mezelf, hè. Shampoo. Oh. Shampoo. Oh, voor mezelf. Oh ja, ze hadden daar ook bij diezelfde winkel. Trekpleister, het lijkt erop. Bakjes honden eten. Daar heb ik er een paar van gehaald. Oh ja, Zoemeer zag tandpasta van Paw Patrol. Dus die moesten we natuurlijk hebben. Oh ja, Jada had hetzelfde shampoo gekocht als Zoemeer. Nog een. Jada een tandpasta. Ik een tandpasta. Hé! Hey. Huh? Dan een wax voor Jada's haren. Wat is... Een deo. Kan je dat allemaal lekker dat... Nee, schat. Nog een shampoo voor mij. Die kan wel lekker. En dit kan je toch. Nog een gewone shampoo. Nog een gewone shampoo. En dan had ik nog... voor de bad. Ja, voor in de badkamer dit. En dan nog honden eten en nog honden eten. Die heb ik ook gelijk gehaald. Oké, dus dit was alweer de... Eerste winkel. Ik zal even kijken of ja, dat heb je, als het zo is, heb je het al gezien. Huh? Wat is dit? Dan hebben jullie de prijzen gezien. Maar ik weet niet of het haalbaar is om van alles de prijzen te doen. Voor dit allemaal. Oh nee, er zat nog veel meer bij. Er kwam nog in de auto gelaten, was te zwaar om te tillen. Nee, er komt nog meer bij. Nee. Oké, dit was het eerste deel pas. Dan heb ik... Bij de teddywinkel. Vuilniszakken gehaald. Die waren daar 1 euro. Die heb ik dan twee keer gehaald. Vuilniszakken. Plastic bekertjes. Nog meer plastic bekertjes. Die zijn 1 euro voor 50 stuks. Dus die heb ik twee keer. Een deken voor Kiara, die was 3 euro. Ik wil nog niet zien deze. Nee? Dat is voor Kiara, 3 euro een deken. Ik dacht, dat is wel leuk, een roze deken voor Kiara. Roze is eigenlijk alles wat niet ziet, was ik gezegd. Jay wou een koptelefoon. Die heb je nu nodig, toch? Nee. Nee, niet? Oké, okay, en deze is... Ik wel, maar ik kan hem nu niet gebruiken. Oké, 7 euro. Hij zei net binnen de auto gaan die koptelefoon voor me halen. En nu zegt hij laat maar. Een muiltas past niet op tafel. Nee, het past zeker niet. Dit is voor... Dit is van die voederbakken voor de honden. Ik ga het goed laten zien. Heb je hem al van die ene? Ja, we hebben wel een van deze. Deze was 3,55 euro. Dus die zet je dan zo in elkaar. Want dan... Zodra de brokken of water hier op is, vult hij zichzelf. Daar heb ik er twee van gekocht. En het is geen magie. Nee. Oké. Okay. Oh. Kauwgom. Was 1,50. Oké, ga ik door naar de volgende tas, want we hebben nog even te gaan. Oh ja, wc-papier had ik gekocht. Het zijn 8 rollen voor 2 euro. Dat krijg je niet hier in Nederland meer. Dan heb ik een placemat voor Zoomie gekocht van Paw Patrol.
Als we gaan eten en ze gaat knoeien, dan kan ze die. Oh ja, oh ja. Ik heb voor ons alle drie suikerspin gehaald. Alle drie een eigen kleur. Geel, roze en blauw. Blauw, blauw, blauw. Blauw. 1,99. Blauw. Voor drie. Blauw. Oh ja, een pet voor mezelf, want ik hou van petten dragen. Die is 5,99. Die vond ik wel leuk. Maar... Mimi gaat bijna naar school. Ja. Dus heb ik gymschoenen voor haar gehaald. Met die vind ik ook witte onderkant moest dat zijn voor school. En die zijn... 3,99 maar. Dus super koopje. De tafel wordt helemaal vol, jongens. Kunnen jullie mij nog zien? Oh ja, sokken. Was... 1 euro. Is 1 of 2 paar? 2 paar voor 1 euro. Dan een sportpakje voor Zoemea als ze naar de gym gaat op school. Deze t-shirt. In de tuin. Met deze broek. Korte broek. En dan deze schoenen eronder. Dan kan ze naar de gym toe. Want je gaat bijna naar basisschool, hè, nu je 4 bent. Heb ik een borstel gehaald. Ik heb ook die lange stok die zeg maar hier boven opgedraaid hoort te worden. Die ligt nog in de auto. Maar dit hadden we nodig met alle troep van de honden. Ik had nog zo 2 sokken gekocht voor 1 euro. Nagelknippertje had ik nodig voor de honden. Mama, wat is uit Ga ik de rest halen? Mama, wat is uit? Yes, dan had ik iPhone oplader gehaald. 2,55 euro. Volgens mij haal ik hem normaal bij de Trekpleister. En daar was hij. Jij haalt meestal de oplader voor me bij Trekpleister, toch? JP. Hoe duur is deze oplader bij de Trekpleister? Is van 5 euro. 5, hè? Die 1 meter is en die andere van 2 meter is. 5, hè? Ja, dus deze 2,55 is wel echt goedkoper. Dan had Zoemea. Zo'n huisje van de Paw Patrol is dit. Mensen die Paw Patrol kennen, die weten dat dit. Hij is erin. Nee. Dit is het Paw Patrol huisje. En daar staat in het Zuma poppetje. Dan had Zoemea natuurlijk een Paw Patrol lolly. Maar die is opperpop. In mijn buik. Die zat al in haar buik. Ze zit nu ijs te eten. Echt heel vies, ja. En die vindt echt leuk dit. Wil je die bewaren of wil je weggooien? Toch weggooien. Ja, ze wil het weggooien. Kan ik zo je vinger tussen doen? Doe eens vinger tussen. Maar wij doen toch een nieuwe rollen in. Nee. Juffrouw, niet doen. Oké. Dan hebben we een hele mooie ring gekocht voor Mimi. Mimi houdt van lieveheersbeestjes. Moet die om? Wow. Zie net niks, maar... Echt heel mooi. Super mooi. Dan had ik nog een vergiet gehaald daar. Oh, die ring was trouwens. Nee, dat is zielig. Ik ga niet prijs van een cadeautje noemen. Nee, dat kan niet. En dit heeft ze trouwens van haar eigen geld gekocht. Deze twee, toch? Je knoeit helemaal op je trui, hè? Weet je wat chocola bijna nergens uitkrijgt? Mimpepelimpe. Sinds wanneer eten we ook op de bank? Moet je niet aan tafel eten? Nee. Tenminste van haar eigen geld. Ik had van tevoren, voordat we naar Duitsland vertrokken, had ik ze alle 2,5 euro gegeven. Om uit te geven in Duitsland. En de rest wat ze wouden, heb ik neergelegd. Dus dit heeft ze gekocht voor de 5 euro van zichzelf. Deze vergiet had ik dus gekocht. Vond het een leuk kleurtje. Je kan nooit genoeg vergieten hebben. Deze is 1,55. Dan heb ik wasmiddel gekocht. Dit merk was daar heel goedkoop. En die heb ik dan 2 keer gehaald. Dan heb ik een wasverzachter gehaald. Deze is ook echt heel lekker. Ja, ik was net met een auto geweest. Daar ben ik buiten adem. Ik ben naar de auto gerend. Want deze spullen had ik in de auto gelaten. Oh, weer die bezem vergeten. Die stok voor waar die bezem op kan draaien. En er lag ook nog broodjes in van onze boodschappen. We hebben dus boodschappen gedaan, maar ik heb alles al ingeruimd. Maar ik heb bijvoorbeeld zalmfilet gehaald. Watermeloen, bananen, aardbeien, peren, spinazie, brood. Dat zijn even de dingen die ik zo even kan opnoemen. Broccoli was daar wat goedkoper dan hier. Wat nog meer? De cola was daar in de aanbieding van Fanta, maar dat drinken wij hier thuis niet. Als ik het erin drink, drink ik het uit een blikje als ik ergens ben. Maar thuis zou ik nooit cola drinken, dus dat heb ik niet.
Had ik niet nodig. Oh, zonnebloemolie. Had ik 2 hele grote fles van meegenomen. Die waren daar in de aanbieding. Vleesbeleg. Kaas, plakjes kaas. Gewoon standaard boodschappetjes een beetje. En dan de schoenen. Als het goed is hebben jullie de vlog van gisteren gezien in Duitsland. Ze had bijna roze glitterschoenen gekocht. En toen zag Mimi Jay's schoenen van pap. Kijk, ga met de bonden vandoor. En die waren ook nog toevallig in de aanbieding. Dus ik dacht, nou prima. Die brood had ik al laten zien. Maar ze had bijna roze glitterschoentjes, jongens. Maar ze vond deze toch leuker. Ik zei nog, wil je ze niet al 2? Nee, alleen deze. Nou, prima. Dus die heeft ze. En die waren eigenlijk 15 euro. En nu? 10 euro. 9 euro. Oh ja, wat ook zo is, je krijgt gewoon 1 en 2 centjes terug in Duitsland. Dat heb je in Nederland toch niet meer, 1 en 2 centjes. Hier kreeg ik gewoon, het was 8,99 euro. Dus ik gaf een tientje. Kreeg ik echt 1,01 euro terug. Heel grappig om te zien. Neem je die bon, moet er weer bij. Oh, oeps. Ja, dan mag weer dicht. Dankjewel, schat. Voor mij waren dat alle boodschappen. Ja, behalve die lange stengel van de bezem dan. Maar ik denk dat jullie dat wel geloven. Was dat alweer alles? Ja, ik denk het. En dan echt heel veel boodschappen. Echt een volle tas. Maar... ja, voor mij was dat alles. Ja. Nou. Dan wil ik jullie alweer bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Abonneren. Goed zo. Tot morgen. Tot morgen. Doei doei.